vol vuurwerkvandalisme. Nieuwjaarsloop afgelast. En tentoonstelling in Lambertuskerk. Wie tijdens oud en nieuw last heeft van vuurwerkvandalisme, kan dit jaar bij de gemeente melden via een smartphone. De applicatie is via beterbuiten.nl te downloaden. Een voordeel van de app is dat we hebben de exacte locatie, dus er zit een platte grondje bij. En we hebben ook een foto ervan. En dus we kunnen gelijk ook zien van nou, wat is er exact kapot. En als die foto goed duidelijk is, dan hoef je ook niet zelf nog naar de locatie te rijden om te kijken van nou, wat moeten we exact herstellen. En dat is met een telefonische melding altijd moeilijker. Het was al mogelijk om andere ongemakken, zoals een slecht wegdek of omgewaaide bomen, op die manier aan te geven. En daar komt nu vuurwerkvandalisme bij. Als de gemeente een bericht binnenkrijgt, gaan ze erop af en wordt de melder op de hoogte gebracht van de afhandeling.